De Dutch Engelbert Humperdinck, René Leblanc, mag komen vertellen over zijn nieuwe single bij Zomertijd van Radio 10. Met ontzag betreden René en Jolanda de heilige grond van de Nationale Radio. Al jaren een grote wens. Hey, maar leuk dat ze hem zo verdraaien, hè? Ja. Dat vind ik echt geweldig. Ja, dat is toch geweldig, man. Dan ga je toch van leven. En dan denk ik echt van... Ik heb er ook een fles champagne op losgetrokken, hoor. Dus echt met Jolanda samen. Ja, eventjes geknald. Hier. Ja. Nu moet ik even lachen nu gewoon, sorry hoor. Ik weet niet wat me overkomt. Echt geweldig. Hij gaat als speer. Ja, maar niet alleen de single, alles. De hele publiciteit eromheen allemaal. En dan nu vanavond live, of vanmiddag live bij Zomertijd. Ja. Ja, jongen, geweldig. Ik vind het echt helemaal heel top. Bijzonder. Helemaal top. Helemaal blij mee. Ik sta een gelukkig man hier. Hé, maar leuk dat ze hem zo verdraaien, hè? Ja. Dat vind ik echt geweldig. Ja, echt geweldig. Videoclips 25.000 keer bekeken nu. Zo. Ja. Dus het gaat ook goed. Goedemiddag. Hoi. Hoi. Hallo, ik ben Luc. Hoi. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Dankjewel. Goeie reis gehad uit Nijmegen. Ja, top. Ja? Nou, super. Ik zou zeggen, loop met me mee. Ja, graag. Okay. Ja? Leuk. Hey, bedankt. Hey, Rob. Hey, welkom. Hoi. Ja, leuk. Hoi. Ja, geweldig. Hoi. Welkom. Jolanda. Ja, ik vind het geweldig, man. Ja, en gisteren ook weer. Ik had niet in de gaten, want ik stond gisteren in de party. Dus Jolanda was naar binnen bij de Bruna of zo. Want voor mij zat ik ook weer in de Lyric of zo, hè? De laatste. Hè? Ik hoorde mijn naam in één keer. Ja, ik hoorde alleen het laatste nog. Even, I tell you. Ik denk, daar ga ik weer. Ja, hup, de plaat erachter. Ja. Ja. Dat is de top. Nou René, we zouden het leuk vinden als jij voor ons een jingle in zou willen zingen. Die we kunnen draaien in onze show. Dus we hebben Quando hebben een tekst opgemaakt, 4 regeltjes. Ja. We hebben een studio beschikbaar. Zou je die voor ons willen inzingen? Ja, dat doen we voor jullie. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, ik ben jullie gast. Ja, logisch super, toch? Hartstikke leuk. Ik ben zo met zoveel pers en praten, weet je wel. Maar 4 regels, dat moet lukken, toch? 4 regeltjes. Het is gewoon en Quando ken je wel, toch? Volgens mij wel. Het is toch een Engelbert, of niet? deze ruimte, ja. Wat ik doe, gaat op eigen kracht. Met het team om mij heen. En daar sta ik gewoon voor. En als je gewoon maar in jezelf blijft geloven, kom je heel ver. Tell me when will you be mine? Even kort zoeken hoor. Ja, dat is goed. Ja. Zullen we nog eens even voor de gein proberen? Is goed. Komt ie. Om 4 uur is het zomertijd. Ik heb de bril niet op, echt schandalig jongens. Heb jij een bril voor... Ik heb de bril, ja, ja zeker met de bril. Wie is aan de ogen aan z'n morgen? Om 4 uur is het zomertijd. Dat is echt te hoog voor mij, sorry. Maar... Oh ja, even hard? Ja, serieus. Als ik gewoon een stukje Quando doe... Die, ja. kan ik wel pakken, want die ligt wel in het gehoor. Maar het is met deze uitspraak dat ik denk van... Dus als, okay. Als dat goed is, dan is het ook goed. René Leblanc uit Nijmegen is gewoon een totaalpakket. Dus ik verg zeker heel veel van mezelf. Ja, en hoe ver ga je erin? Ja, dat weet ik niet. Ik heb ook eens een keer nee verkocht aan optreden. Dat ik zei van, ja, ik ben even dan bezet. En ik was niet bezet. Maar dan heb je gewoon te veel gehad in een paar maanden tijd. Ja, dat ik ook even weer graag die 2 weken rusten wilde nemen gewoon. Want ook dat is belangrijk. Dus je wil het in het Engels doen, begrijp ik? Ja, het is gewoon een stukje takken iets van... Tell me quando. Maar nu heb je de jongens zorgen voor... Dat is een hele andere melodielijn eigenlijk. Als je het in het Engels doet, heb je geen jingle. Ja. Nee, maar als je er ogen smijt, dan klinkt het ook niet, Jolanda. Nee, dat klinkt het ook niet. Ja, Jolanda, ik ben zo schok als een neter, schat. Ja, ik heb het ook aangegeven van tevoren. Hè. Ja. Ik ben gewoon echt... Ja. Als ik nu sowieso hè, van gewoon dat quando, tell me when you were mine, quando. En dan proberen met moppen en gezelligheid, dat 1 stukje erin zit, ja. Heb je toch nog iets. Kijk of dat wel lukt. Om 4 uur is het zomertijd. De jongens zorgen voor een glimlach. Met moppen en gezelligheid. Het einde van je werkdag. Top. Dat is hem. Dat is hem. Dat is hem. Ik moest zoeken naar de toonsoort. Ja. En zonder bril zie ik het niet. Nee. De jingle staat erop en René mag zo zijn entree maken bij Rob Somers. Live op Radio 10. Dat is je broer. Broer. Oh, geweldig. Mag je meelopen naar de studio? Ja, top. Hallo. Hi. Ja, geweldig. Ja, de echte sterren zitten natuurlijk hier in de studio. En daarom verwelkomen wij met groot applaus onze René Leblanc. Ja. Ja. Goedemiddag. Wij weten natuurlijk dat sinds een paar weken is jouw leven gelijk een achtbaan.
Ja. Want het is helemaal losgegaan, hè? Ik zal even vertellen, Rob, we zitten de laatste twee weken in een rollercoaster. Echt waar. Ja. We worden geleefd en ik vind het fantastisch, hè? Alle aandacht, helemaal positief. Maar je bent ook maar een mens. Ja, ik ben een mens, gelukkig wel. Ja. Vandaag hebben we natuurlijk, heb ik het eerder al verteld, hebben we René Leblanc, de gast in de studio. René is natuurlijk bekend als de Nederlandse Engelbert Humper. Nou, want René heeft een videoboodschap gehad zelfs van Engelbert. Ja. Je werd ook een beetje emotioneel, hè? Ja. Ja, weet je, het is natuurlijk je grote idool, hè? Dus iemand die al zo lang aan de top staat, Nederland is inmiddels 84 jaar oud, en die je dan complimenteert vanuit Californië, dat is natuurlijk geweldig, hè? Ik vind het nog steeds een eer, hè? Ja, Engelbert Humperdinck, dus... Wat betekent quando eigenlijk? Dat ik het helemaal niet weet. Quando betekent wanneer? Oh, Wando. Ja, wij genieten er gewoon helemaal samen van. Want ja, dit is eigenlijk een hele grote droom waarvan het lijkt dat hij langzaam uit begint te komen. Hier is hij dan, die lang verwachte nieuwe single. Dames en heren, René Leblanc. Nu live op Radio 10, hè. Dus toch, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben vereerd. Ik vind het geweldig. Mooi gezelschap en top. Gelukkig man. Wat vinden jullie van dat nummer, persoonlijk? Als ik er niks vind, draai ik het niet. Nee, draai niet, hè? Oké, dat is heel makkelijk. Ik hoorde het, je zei, hè? Ik zeg maar vanuit wat je van nummer vindt. Als ik niks vind, dan draai ik het gewoon niet. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.